Niet springen, gewoon lopen. Yo, dames en heren, mijn naam is Zon en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe map van een kijker. Wij zijn teruggekeerd en we gaan dit creatieve monstertje even bekijken. Hallo Don, de opdracht is om het gehele village op te blazen. Ik heb traps verstopt, dus dat wordt lastig, maar veel succes. Je bent nu een slechte dokter die een atoombom heeft uitgevonden. Succes met het vinden van de juiste trap. Even kijken, regels, monster mode, peaceful en speel op game mode 0. Nou, dat heb ik allemaal al ingesteld. Made by Jesper Beltman. Oké, Jesper, eens even kijken. Ik moet dus dat op gaan blazen. Alleen, eens even kijken. Je moet hier zijn, hier easy voor zijn. Gift. Oh, Game Meneer's Paard. Cool. Oké. Fuck. Hij kan er niet uit. Dit paard is retarded. Hij kan er niet uit. Nou ja, het idee is leuk. Oh shit, nu kan ik er niet meer uit. Oké, nou, dat paard blijft daar wel eventjes staan. Ik snap ook niet waarom hier één groot gapend gat is. Maar vooruit, ik accepteer het zoals het is. Ik moet dus een trap vinden om dit allemaal op te blazen, hè. Oké, maar die traps die kunnen zo'n beetje overal zitten. Dat is lastig. Nou, hij zei al dat het lastig zou zijn. Dus ja, dan klopt alles. Alleen, ja, je hebt me een beetje weinig hints gegeven. Ik weet geen eens waar ik moet zoeken. Wat is dit? Daya M... Huh, dat is een trap! Pot via drie dubbeltjes! Was dat het doel? Moest ik dat doen? Ik ben het even vergeten, want volgens mij heb ik hem nu al uitgespeeld. Oké, ik heb... De opdracht is om het hele village op te blazen. Nou, dat is me best aardig gelukt op deze manier, hoor. Dat was echt zo stupid. Hey, wat is dit? Ja, ik heb hem al gevonden. Nou, dat was een kort mappie. We zijn in de volgende map aangekomen. En hier staat, leuk dat je mijn map speelt. Speel deze map in game mode 0. Waarom staat game mode 2? Nou, dat is waarschijnlijk adventure. In deze map zal je al je series die je nu doet zien. Behalve Pokémon. Oké, van wie is die gemaakt? Want daar zie ik geen bordje van. Sloop niks, volg het pad en cheat niet. Druk op de knop. Oh, tering. Hier, neem een buis van Mario en Luigi met parcours. Ah, dat is leuk gedaan. Beetje donker, dus je had het mogen verlichten. Oeh, potverdikke me, ik val naar beneden. Oké, niks aan de hand. Gelukkig heb ik het gered, maar wat nu? Waar ben ik? Wat moet ik doen? Ik zit vast. Dan maar wachten. Blok geplaatst. Leuk gedaan. Het gaat nu wel ergens... Misschien zijn er wel geheimen, net zoals de Shadow Temple. Loop nog maar gewoon rechtdoor. Ah, maar wat is dit? Een small key. Oh, dat is van The Legend of Zelda. Ik snap hem al. Oeh, potverdikke me, een gat. Wat een gat, wat nu? Nou ja, eroverheen springen. Dat is wel fucking dope gemaakt, hoor. Even kijken, wat is dit? Door de Gerudo Guards. Ah, ja, hier. Kom maar. Gordon? Waarom nou weer Gordon? Verdomme. Nou, in ieder geval, zijn deur is open. Fuck dat. Ik neem gewoon die key even terug. Ik weet in ieder geval dat... Hier, ik kan ook gewoon zo met door met... Oké, in ieder geval. Dus als ik een diamond sword heb en dus 3 emeralds, dan kan ik dus wonderbaarlijk leuke dingetjes doen bij hem. Alleen, ja, dat... wat is dit? Oh, knop. Oké, waar ben ik? Wat gebeurt er? De knop doet niks, jongens. Even kijken, wat staat er? TP-pos... Hoort er geen slash voor te staan? Tenminste, ik weet niet hoe command blocks werken, maar... Oké, een slash die werkt dus gewoon niet. Maar anders TP ik mezelf daar wel naartoe. Oké, ik ben op de locatie aangekomen. Het is omdat ik niet gelijk wilde opgeven, want dit zag er wel heel veelbelovend uit. Alhoewel, het licht mag wel wat beter zijn, maar vooruit. Even die knop indrukken. Wat gebeurt er? Er gebeurt geen ene reet. Nou, dan moet ik waarschijnlijk gewoon parcours op blauw of op rood. Ik kies wel voor blauw. Eigenlijk is rood mijn favoriete kleur, maar... Oh, kijk, dan moest ik eigenlijk zo en dan op de knop drukken. Ah, ja, oké. En hier zit ook nog een knop. Dus dan heb ik beide knoppen ingedrukt. Daar brandt wat licht. De command blocks werken niet. Staan die wel enabled? Oké, ik begrijp niet helemaal. Oké, al druk ik op een knop, dan moet ik weer TP'en naar een positie. Oké. Ja, het zal hoogstwaarschijnlijk iets te maken hebben met... Ja, hoe heet dat? Enable command blocks, maar ik heb geen idee waar ik dat zo eventjes moet gaan doen. Dus laat ik dat maar gewoon... laat ik het maar op deze manier gaan doen. Dan komt de map tenminste nog een beetje tot zijn waarde. Oh, wacht, dit had eigenlijk een dropper moeten zijn. Nou ja. Verdomme, hebben we weer zo'n knop. En dan komen we hier terecht. Eens even kijken, speedrun. Oké, ja, dat kan ik wel hoor. Dat is
iets wat ik vroeger... Verdomme. Dat is wel iets wat ik vroeger vaak heb gedaan. Of eerder in de tijden. Oh, even kijken. Shit, er staat hier... even kijken. Oké, wacht. Die zou het wel moeten doen, toch? Ja, dit was de map. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Mijn kanaal is... Oké, dat is echt zo fucked up dat er op die manier staat. Wat staat er nog meer? Wil je meer mappen? Neem contact met me op. En la-di-da-di-da-di-da. Nou, ja, dat was hem weer. Oké. Nou, we zijn bij de volgende map aangekomen. Er staat hier een hele grote pijl. Ben je hier gespawnd? Druk dan op de knop. Geteleporteerd. Kijk, een command block die wel werkt. Hoi Don, veel succes. Dit is een parkour map. Speel in game mode 1. Nou, vooruit, omdat je het zo aardig vraagt. Dat is er zo eentje. Oké, dat is super cool gedaan. Moet ik werken met timing. En dat timing is grappig. Ik kan het wel vinden met timing. Alhoewel, dat zeg ik nu wel heel leuk. Want dan zal je zo direct echt zien dat ik er enorme stress van heb. Maar dan ook gewoon niet een klein beetje, maar gewoon echt heel verschrikkelijk. Potverdikke me, die had ik moeten halen. Kijk, deze man die vindt het niet zo erg. Of deze mannen, was het geloof ik aan de mail te lezen. Die vonden het niet zo erg dat ik... potverdikke me. Ik werd even overrompeld. Maar deze mannen vinden het blijkbaar niet zo erg. Dat als ik even wat game mode ga gebruiken om eventjes te vliegen wat betreft checkpoints en dergelijke. Recht vooruit. Maar dan kan ik net zo goed ook zo. En had ook gekund. Oh, dit zijn die balletjes van... potverdikke me, hoe heet die ook alweer? Wipeout. Ah, dat is super cool gedaan. Oké, wat staat daar? Ik weet dat ik de sprong ga halen, maar toch wil ik zien wat hier staat. Als je bent gevallen, ga terug. Ja, oké, maar ik had de sprong al gehaald. Dat zagen jullie ook. Wat is dit? Schietbaan? Oh, en bowlen? Really? Oh, dat is zo cool. Oké, wacht, ik wil bowlen. Oké, komt-ie. Strike! Wat heb ik gewonnen? Oh, ik moet beide knopjes indrukken. Oké, schietbaan. Heppa, oké. Tering, dat is wel erg ver weg. Ik gok zoiets. Hey, zo dan. Ietsje lager. Zo. What the fuck? Die pijlen gaan echt van... Ah! Haha! Ik wilde net zeggen, die pijlen gaan echt van fucking hot naar her. Daar heb ik vrij weinig aan. Oh god, dat is wel een erg lange sprong dit. Ja, oké, ik had dood geweest. Is dat mogelijk? Deze moet toch wel mogelijk zijn op een of andere manier? Ah, potverdik me. Het moet te doen zijn, ik zweer het je. Ik zweer het op... ik weet niet waarop ik het moet zweren, maar het is te doen. Haha, zie je? En nu kan ik heel smerig spelen en gewoon zo lopen. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Dus dan doen we het gewoon zo. Dank u wel. Kijk, dit is een lekker simpele, vermakelijke map. Wat zie je? Om de hoek. Oké. Wat is dat? Andere kant, Duts. Wie noem je hier een Duts? Let's go! Wat is dit? Wacht, what the fuck is dit? Wat is dit voor fucking meeuw? Eén meeuw met een groene fucking snavel. Oh man, dat zegt zo fucked up. Alsof hij gewoon letterlijk gekotst heeft. Dat hij gewoon nog vliegt met zijn eigen kots aan zijn snavel. Oh my god. Ladder jumps hoor. Jullie vinden dit wel leuk hoor. Hey, trouwens, even nog wat extra informatie. Oeh, potverdik me. Ah, dat hoorde enigszins zo. Het is best wel handig als jullie gewoon in de e-mail die jullie dan sturen. Link staat in de beschrijving. Als jullie dan ook er even bij vermelden in welke versie het moet en welke instellingen en zulke soort shitjes. Want dan kost het voor mij niet zo daverend veel tijd om dat allemaal uit te zoeken. Want jullie weten dat en ik kan er gewoon letterlijk niet in. Oké, zo dan. Wat? Is dat serieus zo moeilijk, die sprong? Het is ook zo moeilijk om hier fucking weer terug in te vliegen. Aha. Oh, en dan moet ik water jumps? Oké, wacht even. Checkpoint hier. Oké. Dat was jammer. En wat ik wilde doen, is iets heel leuks. Is dit. En dan hier gebruik van maken. En dan in de volgende straal. Oké, ik heb hem. En go. Nice. Motherfucker. Dat was mijn fout. Dat is totaal niet jullie fout. Hop. Hop. Yeah. Se mucho conveniente. Spring in het water.
Ik weet niet waar dat water is, maar dat zal wel... plons. Hé, hey, wacht, kon ik eronder door? Ik kon eronder door. Oké. Okay. Oh, ik ken ook bovenlangs, maar ik ga wel zo. Oeh, TNT run. Oké, go. Go. Go! Fuck my balls. Je hebt ook maar één try. Dat is het jammer hieraan. Oké, okay, wacht. Ik probeer het vanaf de zijkant. Hop. Hip. Hop. Oeh. Oké, okay, ik ben er zo slecht in. Ik ben er serieus slecht in. Hier. Fuck you. Wat? Dat werkt niet. Oh. Wat is deze? Wat is die? Oh, dat is een gat. Dat is duidelijk. En dit is een muur. Oh, dat is vals. Dat is heel erg vals. No! Pot verdik me. Oh, ik vloog een stukje. Fuck you, vleermuis. Zag die vleermuis lachen dan? Spring. Oh, wat? Pot voor drie dubbeltjes. Oké, okay, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Spring. Haha. Oh, shit. Wat zei... Nou, ik kon niet lezen wat er op het bordje stond. Niet springen, gewoon lopen. Ponk. Als het niet werkt, probeer dan opnieuw. Oké. Okay. Wow! Dat is hoog! Hoog, 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 hoog! En toen viel ik ernaast, omdat ik een dwaas ben. Hé, een S. Is dat codetaal? Ik heb je door, jongeman. Einde, bedankt voor het spelen. Nou, alsjeblieft. Dat was wel een vermakelijk mappie. Alleen geen shout-out naar jezelf. Mag wel hoor, het mag wel. Nou, dat was hem voor deze keer. Ik heb weer een aantal mappies gespeeld. De een korter dan de ander. De eerste map met de TNT blazertop. Nou, die was wel van erg korte duur. Dus die geef ik eigenlijk maar een 6. Het idee was geinig, maar ja, weet je. Technisch gezien heb je alleen maar TNT onder een village geplaatst. Nou, eigenlijk vind ik een 6 nog te veel. Een 5,5. Het idee was origineel. Maar dat was ook daadwerkelijk het enige. Dan hadden we de tweede map. Ja, het is gewoon pittig jammer dat daar eigenlijk de command blocks niet van werkten. Ik wist niet zo gauw even hoe ik command blocks kon enablen. Maar ik kwam er uiteindelijk wel doorheen. Het was geinig, alleen het kon beter. Dus ik geef jou een 6. En dan hebben we de laatste map met de meeuw met de groene snavel, et cetera. Een simpele parkour map. Simpel maar effectief. Daar geef ik een 6,5 voor. Aangezien het is niet het super origineelst. Ik bedoel, als je echt wil een 10 wilt verdienen, dan moet je ook gewoon echt kijken naar gewoon de mappen die ik een 10 heb gegeven. Bijvoorbeeld de video met de titel Lekker met poep zwemmen. Daar heeft zo verschrikkelijk veel tijd in gezeten. En als jij dat er dan ook voor over hebt, kijk, dan kan je dus ook gewoon een 10 verdienen. Maar ja, dat ligt er ook een beetje aan hoe waardevol je die 10 vindt. In ieder geval, wil jij ook een map naar mij toesturen? Dat kan. Link staat in de beschrijving, daar kan je het naartoe sturen. Geef even al je beschrijvingjes erbij en al je instructies. Dan wordt het voor mij een stuk makkelijker om op te spelen. En dan zie ik je graag weer terug bij de volgende map van een kijker. Elke woensdag om 8 uur komt er een nieuwe aflevering. Dus ik zie je graag dan weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.